Ik onderzoek de mechanica en energetica van cyclische sporten, zoals bijvoorbeeld roeien. Eigenlijk ben ik vooral geïnteresseerd in hoe mensen zo snel mogelijk van A naar B, van start naar finish komen. Waarbij ze enerzijds moeten zorgen dat ze zoveel mogelijk vermogen leveren. En aan de andere kant moeten zorgen dat ze zo efficiënt mogelijk roeien, dus zo min mogelijk vermogen nodeloos verkwisten. We proberen alle uitgeoefende krachten en bewegingen aan boord vast te kunnen leggen. In deze roeiboot hebben wij sensoren op de dol. De dol is dat waar de riem in draait. Daarmee kunnen we de beweging van de riem vastleggen en we kunnen ook de op de dol uitgeoefende krachten in twee richtingen vastleggen. Daarnaast meten we ook de bewegingen van de boot en de snelheid van de boot door middel van een hoogfrequente GPS. En daaruit kunnen wij reconstrueren hoeveel vermogen een roeier levert, maar ook hoeveel van dat geleverde vermogen nuttig is, oftewel bijdraagt aan de gemiddelde snelheid. Het voordeel is dat als je een schema bekijkt en je weet wat ze moeten doen, dat als er een lichte training is of een zware training is, dat ze het ook echt op die manier uitvoeren. Het kan vanaf de kant er heel erg hetzelfde uitzien en als je gewoon de cijfertjes erbij ziet, dan weet je gewoon direct wat de roeiers echt doen. En dan kan je daarop inspelen. Voor mij biedt het voordelen dat ik kan zien hoe hard we gaan en daardoor kan ik heel constant roeien en dezelfde snelheid aanhouden. 4G biedt ons de mogelijkheid om sneller feedback te geven aan de roeiers. Het geeft ons gewoon de mogelijkheid om sneller data binnen te krijgen en dus ook sneller te zien wat we moeten aanpassen in trainingen en aan het roeien van de jongens. Voordelen van een directe verbinding met een service zoals Eduroam zijn voor ons vooral privacygevoeligheid. Trainingen bieden eigenlijk al heel veel informatie, maar die informatie kunnen we nu nog heel slecht bij. En deze technologie gaat ons helpen om die informatie voor elke training te kunnen ontsluiten. Ik verwacht voor de toekomst vooral een verandering in de manier van training en in de aansturing van training met behulp van dit soort technologie. In de toekomst zie ik mogelijkheden met mijn display dat ik meer inzicht krijg in mijn eigen trainingen. En daardoor kan ik ook mijn trainingen beter volbrengen.